Voorzitter, mijn fractie heeft dat vertrouwen niet in deze minister en ik wil daarom de volgende motie indienen. De Kamer gehoort de beraadslaging, overwegende dat de minister van Defensie door onhandig optreden zijn gezag en het vertrouwen in hem onder de troepen ernstig heeft ondermijnd. Overwegende dat dit gezag en het vertrouwen dat de troepen in hun politieke leiding moeten hebben essentieel is voor hun veiligheid en voor een goed resultaat van de missies, zegt het vertrouwen in de minister van Defensie op en gaat over tot de orde van de dag. Ik neem aan dat de minister wel kan blijven zitten. Voorzitter, ik denk dat de motie van wantrouwen heel duidelijk is. Als ik het vertrouwen in de minister opzeg, dan betekent dat hij niet kan blijven zitten en dat ik hoop dat er heel snel een betere minister van Defensie komt. Waarom bleef u zelf dan als minister zitten toen u ook zo'n motie aan uw broek kreeg? Voorzitter, ik denk... Sorry, u hoorde de vraag van de heer Pechtold. Zeker. De heer Pechtold vroeg waarom ik bleef zitten als minister van voor Vreemdelingenzaken en Integratie toen ik een motie van wantrouwen kreeg. Voorzitter, ik kan als Kamer niet meer doen dan het vertrouwen opzeggen in deze minister. En de minister en het kabinet gaan er zelf over wat ze met de motie doen.